Wat mij vooral trots maakt is dat samen, ze hebben dat samen gedaan en samen krijgen we dit. Dankjewel allen die daarvoor gezorgd hebben. En dat samen wil voor mij ook zeggen, in de verbindende geest van de historie en dit wegkruis. Het symbool, het van het kruis dan, van onbaatzuchtig doen en geven. Mooi. En zij hebben het ook gedaan, niet in woord, zoals ik nu doe, maar in daad. Dank. Nog even, we zijn er bijna en hij wacht wel eventjes. Die moet ik noemen en hij haat mij. Rinde van den Hoge. Zijn geschenk aan ons, in alle eenvoud, zonder poeha, de gave van het idee, de mogelijkheid van Tini, de kracht van het geduld, van het enthousiast maken, het smeden van passende schakels en uiteindelijk, we zullen het zo zien, dit. Mijn, en ik denk zo, Rien, ons allen dank. Wat hadden wij nou weer precies afgesproken? Ik heb een kleine mededeling, dit is zo'n beetje het officiële einde op het belangrijkste daar natuurlijk. Eerst. Nou, dus twee touwen zelfs. Trek er maar aan twee. Twee touwen. Aan de touwen. Oh, Dini, ga je gang. Hey, hangt er nog. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Mooi. Dank je. Ja, het Christusbeeld komt terug. De krant had er ooit vol van gestaan, van de vernieling van een kruisbeeld aangedaan. In het jaar 1907 moest het beeld door drankgeweld door Angleuven. Het kopgeld voor het vinden van die gewetenloze was door Narike tot 250 gulden gekozen. Er kwam een nieuw beeld in ijzer gegoten. Ze dachten, dat gaat nooit niet verloren. Maar toch verdween de kruis aan de grote straat. Jaren bewaard in een hof tussen bloem en plant. Met behulp van Veulen en ook de buurman kreeg het kruisbeeld nou een nieuwe kans. Het korp is gepoetst, het kruis op neet gesneden, door een mens met een boksmers verleden. Boksmeer en Zambik slaan de handen in hen. Twee dorpen, de mensen zo dicht bij hen. We staan hier bij het pas onthulde kruis op de Sambeeksweg in Boksmeer. Tussen Boksmeer en Zambik moet ik zeggen. En bij mij staan Tini en Lieke Hermans. En Tini heeft het kruis altijd bewaard. Klopt dat? Ja. Ik heb het al heel lang in bezit. Vraag me niet. Nou, datums, want ik weet er echt helemaal niks meer van. Maar hoe ben je er aan gekomen dan? Gewoon een keer meegenomen. Ik lag bij een hoop schoot van, ik kan de naam maar zeggen, want de mens is toch dood. Oh, dat maakt het, ja. Van Nelke Schrijen. Van Nelke Schrijen, maar die werkte ook op de kerkhoven en zo, hè? Dus die heeft dat waarschijnlijk ergens weer vandaan getoverd. Het is heel slecht hier met het verkeer. Blijf even staan. Liggie, jij hebt het, de stam gemaakt met houtwerk. En wat heb je daarin bedoeld? Ja, het is gewoon het originele kruis wat ik van de foto's heb gezien. De contouren, de constructie en zo, die heb ik precies gelaten zoals het was. En verder heb ik er alles zelf weer bij verzonnen en bij, dus de wapens en het snijwerk allemaal. Ja,
Ja, maar dat, alle snijwerk van jou, dat heeft betekenis. Jij doet er niet voor niks. Nee, het is een grenskruis. Dus het staat op de grens van Zambik en Boksmeer. En dat was vroeger een beetje een strijd tussen twee dorpen. Ja. En het is nu de bedoeling dat die strijd dus een beetje weggehaald wordt. En dat ze meer samenwerken. Vandaar ook die handjes bij elkaar. Ja. We hebben daar ook de wapens van Boksmeer en Zambeek opstaan. En het wapen van Land van Kuik. Ja? No. En het symboliseert aan de zijkant ook. En daarboven is het geloof. En deze is hoop. En aan de andere kant is de liefde. Nou, als die drie gewoon uitkomen, dan is het... Ja, dat is wel heel hard nodig in deze wereld op het ogenblik. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Mag ik jullie allebei bedanken en nog veel plezier vandaag, want je hebt nog iets meer te doen, denk ik. Dank u wel.